ze ziet niet meer zitten. De maat is vol. De meester ziet het niet meer zitten. Hij draaide door en door en door. Wat gemijer en gemier en gekletst en geklier. Veel geschreeuw, maar weinig wol. De meester ziet het niet meer zitten. De maat is vol. Het zijn best lieve kinderen, die bengels van klas 4. Maar ze zijn zo rumoerig en ze leren geen zier. Nou ben ik heel geduldig en reuze handelbaar. Maar ik sloeg het liefst dat zootje met de koppen tegen mekaar. De meester zit hier weer zitten. Klasje, een tikje te brutaal. De stiften en de boeken vliegen door het klaslokaal. Ik kan heel veel verdragen, jeukpoeder, klap, sigaar. Ik kan de reus om lachen, maar ik spat haast uit mekaar. De mensen zien het niet meer zitten. De meester ziet het niet meer zitten. Het draaide door en door en door. Wat gemijer en gemier en gekletst en geklier. Veel geschreeuw, maar weinig wol. De meester ziet het niet meer zitten. De maat is vol. Ik lig in mijn bed te huilen. Geen kind weet daar iets van. Je alles kan, maar moet je nou als meester heel streng zijn en ook slaan en steeds met strafwerk dreigen? Daar heb ik een nekel aan. Ik wil dat ze van me houden, dat is mijn liefste wens. Ik ben wel onderwijzer, maar